Hallo, welkom bij een nieuwe video. Vandaag speel ik FIFA met mijn vader. En hij is dus Real Madrid. En ik ben Liverpool. We spelen de Champions League finale. Dus ja, hij is van Real Madrid en Liverpool. En abonneer op dit kanaal en like ook deze video. En doe in de comments welke games je gaat spelen. Bam. Mohamed. Mochella. Mootje. Lukt ze niet of wel? Mijn vader en ik zijn ongeveer even goed. Toch, papa? Ja. Ja. En soms in ik, soms in hij. Voorgeven dan maar, vanaf de vleugel. En als jullie niet weten wat FIFA is en je kijkt deze video, ik ben de rode, met een rode pijltje en het rode pak. En hij is met een blauwe pijltje en met de witte pak. Gewoon Real Madrid. Sterke actie op de bal. Hé. Hey. Vandaag kan Karim Benzema weer belangrijk worden. Wat denk jij, Jeroen? Hoe zal hij gaan spelen? Ja, de tegenstander zal deze speler goed in de gaten gaan houden. Het is natuurlijk niet voor niets hè, dat hij topscorer van zijn club is. Uit. De tegenstander mag ingooien naar die actie. Bedankt. De enige die ongedekt staat. Vogeltje vrij, levert hem zomaar in bij de tegenstander. Ben er langs. Hé! Hey. Doorgebroken. Dat lijkt me geel. Papa, dit moet rood zijn. Ik was eigenlijk doorgebroken. Ja, oké, okay, maar ik was makkelijker langs geweest hoor. Maar ja, dat was wel echt zo. Die kans is corner. Nu, ja. Hoe was dat geen corner? Nee, was dat gewoon overgeschoten? Maar dat was wel echt een slecht schot. Vinicius Junior. Hij stoomt verderop. Goeie spanning toch? Ja. Net op de bal. Dan heb je penalty. Oh, je moet tegen mijn rug. Bam. Alexander Arnold steekt een stokje voor de voorzitter. Die man die is snel, ik wist niet dat hij Salah gewoon kon bijhouden. Die man die makkelijk bij. Dat komt ook omdat zijn man die wat sterker is dan Salah. Daarom, want Salah is wel veel sneller. Hier het offensief van Real Madrid. Salah kan er maar niet langs. Nee, nog heb je geen Marcelo's in die Chelsea. Wat een goede verdedigende actie van Van Dijk. Mooie aanval. Ja. Ook niet. Van Dijk, als Van Dijk dat niet deed, dan hadden we er 1-0 gestaan. Ja. Konate, Alexander Orleans. Oh, hij is er langs. Sadio Mane. Sadio Mane. Hier moet de voorsprong komen. Die bal wordt geblokkeerd door een speler. Allemaal fake shot en dan schieten. Zo. Goeie sliding. Nu ben ik weg. Snel even finishes. Oh. Zonde. Spannende wedstrijd is het. Thiago Alcantara. De echte Thiago met de acties weer. Sadio Mané. Jordan Henderson. De voorzet wordt vakkundig geblokkeerd door de verdediger. Nee. Mo Salah staat in de baan. Ja, dat is veel sneller. De bal. We zien die overtreding van die gele kaart nog een keer. Volgens mij. Ja, hier. Een run even uit. Omdat ja, was een beetje slordig. David Alaba. Oké, ik ga er pas. Tony Kroos. Nee. Wat een goede schouderduw. Net. Lekker schouderduw van Konaté. Net, boy. Maar die bal had er gewoon in geboten zit. Het is echt de verdienste van het doelman dat het nog altijd. Salabi is er weer lang met de actie. Salabi, de bal diep.
schot van Mané, maar die gaat dan natuurlijk niet raken. Thiago Alcantara, die gaat hij niet. Rodrigo. Robertson houdt hij niet voor de bal. Van Dijk wel. Van Dijk maakt een schuimbeweging. Hier, Fabinho. Naar Mohamed. Mohamed. Paasten. Naar Alexander Trent-Arnold. En die heeft de bal nog mooi. Die geeft hem voor. Naar Mané. Mané die scoort er niet. Cortade met een mooie redding. Die bal had gewoon even moeten. Dit soort kansen die krijg je niet zo vaak. Echt heel zonde. Rodrigo. Karim Benzema. Hij paast hem naar Konate. Konate. Paast hem naar Alexander Chang. Oh, Salah. Mohamed Salah. Actie mislukt. Mohamed Salah. Mohamed Salah zo langs. Hij maakt de actie, maar de actie gaat mis. Ruimte genoeg voor een voorzet vanaf de zijkant. Beheerst. Gaan ze op zoek naar een voorsprong. Slechte voorzet. Maar er wordt niets gedaan met de voorzet. En Mané schiet over. Dat hebben wij toch wel missen aan deze. Ja, maar dat moet je dan toch Salah. Deze bal weet dat niet. En we wisselen weer van balbezit. Mohamed Salah. Voor de blessuretijd telt de vier official 1 minuut bij. De omhaal. Karim Benzema nog steeds. De tweede helft gaat beginnen. De eerste helft gaat al zo snel voorbij. Ja, nu begint de tweede helft. En het zou wel mooi zijn als bij jou het een nieuwe sport. Lang sporten. Kijken in de tweede helft van deze Champions League finale. Speel jij? Ja, toch? Waarom heb je zo'n gek ding? Fabinho. Fabinho moet zich hieruit redden. Het andere team weer aan de bal. Modric. Vinicius. Ja, dit is het type gezin. Van Dijk die... Oh, Vinicius! Hij doet het. Van Dijk zat de eerste heel goed bij me. Die actie is maar dit windje. Dat ik weg. Eerlijk gezegd, wat kijk je deze wit, was je weg. Een paas, en toen kwam hij weer naar je toe. Takka! Ja, je wilde dat Felicia zou scoren, toch? Ja, ik zou wel. Snap je, net als in de echte wet van takken doen. Niet, ik wel. Weg. Maar ik gaf hem mijn kleine buurt. Tony Kroos. Ja, daar is het boven van Kroos. En een schot op doel. Daar krijgen ze de bal weer in de zicht. Mohamed Salah. Nou, ik dacht dat hij het gaat uit. Fabinho. Oh, wat een paas. Snelheid van Mendy. Even een beetje ruimte op de flank voor Real Madrid. Goed erbij. Nabi Keita komt invallen. Nabi Keita komt erin. Van Dijk kopt de bal naar Diaz. Diaz is snel. Diaz gaat, is weg. Diaz is weg. Diaz, hij is weg. Nu kan de voorzet komen. Schot voor de acties. En hij is... Hij mist hem. Met ingevallen. Hij is net ingevallen, ja, en dan mist hij hem. Dat is een heel mooie actie van Diaz, toch? Maar die paas en die schoot Keita nog over. Net echte, net zoals het echte. Nog een half uur reguliere speeltijd in deze wedstrijd. Zo, we staan nog steeds. Van Modric wordt schadelijk gemaakt. Zit de scheidsrechter naast? Hij geeft buiten spel, maar het lijkt er niet op.
Oh, 90 rating. Of zo? Ja. Ik had niet. Geen gevaarlijke situatie verder. Waarom? Nee, paas van onderschept door Robertson. Hij rukt verder op. Hij is echt snel. Daar stoopt hij op aan de zijkant. Voor een voorzet in de handschoenen van de keeper. In FIFA staat gewoon dat hij sneller is dan Salah. Ja. En Mané. En er staat ook in FIFA dat Mané sneller is dan Salah. Hoi, langs de tegenstander. Dus ik vind Salah wel sneller dan Mané. Ik vind toch Mané wel beter kan schieten. Maar dat staat op de handschoenen. Hij zal nog wel eens terugdenken hoor, aan deze kant. Ik denk dat hij zelf wel weet dat hij een doelpunt had moeten maken. Ja, ik doe hem best wel. Madrid. Op papier misschien niet de betere team, maar effectiever. En ook over Tizan Origi voor. Ja, maar dit is wel. Oké, we gaan verder. Of niet? Sala. Wat een slechte afwerking. De trainer zal meer dan tevreden zijn over die snelheid. Die was onnavolgbaar. Hij gaat door. Oh, bij het spel. De grensrechter stond op 1-1. Ik dacht al. Deelt dat het buitenspel is. Kom op, overslaan. Kom op, overslaan. Hier heb ik ook. Loris Diaz. Kan Liverpool hier profiteren van de Robertson geeft voor en weer een slechte voorzet. Wordt hier neergehaald? Nee, dat is gewoon. Ja, ik weet niet waar die speler met zijn gedachte is. Die staat er gewoon een beetje te wachten ofzo. Oké, we staan nog steeds met 2-0 achter. Dat mag wel. Er wordt een speler vervangen. We hebben nog 15 minuten te gaan. Hij laat de verdediger achter zich. Aanval via de zijkant. En dan de voorzet. Snijdt naar binnen. Oh, wat een... Klaar! We gaan met 3-0 achter. Maar hij is gewoon een beter team dan hij. Nee, ik ben wel beter als spelen. Weer een doelpunt. Real Madrid vergroot de voorsprong. Ze hadden... Mijn keeper doet het ook niet goed. Mijn keeper die is gewoon... Een beetje slecht van keeper. Wel jammer. Hij heeft geluk met zijn keeper. En met mijn keeper. Mijn keeper is veel slechter. Ja, hij zit ertussen. Alleen wij spelen wel een beetje slecht. Dit kan weer niet. Stop dus. We gaan wisselen. Worden voor het doel gebracht. Weg met die bal. Deze en dan gaat de voetbal de verkeerde kant op. Oké, we gaan verder. Publiekswissel. Hoe doet het publiekswissel? Dat weet ik maar lijken. Uitstekend gezien hoor. Prima interceptie. Wie? Wat ik zo goed heb gedaan. Dan moet je hem toch juist niet gaan wisselen. Jawel, publiekswissel van dat iedereen gewoon kan applaudisseren. Benzema. Benzema er langs. Oh. Lekker keeperswerk van Alisson. Dat was echt gemeen toch? Waarschijnlijk wel. Ja, harde overtreden zeg. Ja, ik had gewoon eigenlijk gewoon niet kunnen vallen, toch? Mijn boekje had wel gewoon kunnen blijven staan. Dankjewel. Maar nee, geeft de bal weg.
Kijk, hij had al een hele grote kans met die midden. Dat was gewoon echt zo. Dit kunnen we niet meer winnen of gelijk spelen, weet ik. Dat weet ik zeker. Ja, als we dit nog gelijk spelen, vind ik het knap. De vleugel ruimte voor Rodrigo. Rodrigo snel. Kan de voorzet komen? Camarena en Benzema. Hey, Keel, kom op. Gele kaart. Ja, dat kun je verwachten. Gevaarlijke steekpaas. Ik word hier vastgehouden. Wordt geneutraliseerd. Dat hij serieus voor gevaar kan zorgen. Gedaan, die steekpaas van Benzema. Kan wat weer weg. Hij gaat verder. Schotkans van dichtbij. Penalty. Maar dit krijgt een strafschop. Ja, moest je wel. Ik heb toch verloren, dus wat maakt het uit? Overtreding, ja. Strafschop, ja. Dit moment doet ze de das op. En het ging al niet lekker, maar dit is echt een genadeklap. En ook nog een rode kaart. Jongen, 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 zeg. Hij verzaakt. Golazo! Maar. Dit is een van de spelers die. Echt mooi, mooi en doet hij kijk. Ook al maakt hij geen rustig houdt het hoofd. Dat schiet hem binnen van welkom. Dit was het einde van de video. Abonneer op dit kanaal. Like deze video. Jammer, dan heb ik wel verloren. Maar doei!